Is die mooi of is die niet mooi? De trots van een helder, denk ik. Ja. De trots van een helder. Nou, lieve vrienden, ik loop in het centrum en daar zie ik wat. Boven de ikrek. Ertussenin, op die takjes, zit een duifje te broeden. Hele goede middag. Het is vandaag alweer 31 maart. En we leven om 13 uur 23. Het is mooi weer. Daar is de hemel strak blauw. Daar hebben we bewolking. Ja, hoe kan dat, hè? Nou ja, dat heb je nou eenmaal. Ja, dat ik wil eigenlijk zo meteen weer met Rijka lekker even gaan wandelen. Ik weet nog niet hoe en wat. Ik neem deze camera mee, de GoPro niet. Nee, dat is gewoon heel geheis, weet je wel. Maar ja, meisje. Oh, eeuwig. Dat, ja, deze gaat dus mee. En als ik iets leuks zie of wat dan ook, dan vlog ik. Zie ik niks, hebben we pech. Ja. En hoe ik ga lopen, ik weet het niet. Sowieso eerst langs de gracht, want Rijka moet sowieso wel even. Zo dan! Dat is kan altijd iedereen wil. Ze moet sowieso de pasje en de poepje kunnen doen. Ja? Hé? Oh ja? Moet je zo grapen? Nou, ga eens even op de bank. Ga eens even op de bank. Nee. Lou, ga daar nou eens naartoe. Ga terug. Nou, blijf. Ja, en de deur zit nog op slot. Ja, ook dat nog. Ik vergeet het te openen. Zo. Oh. Nou, doen we die even open. Kijk, daar was meneertje al. Ja. En daar hebben we Ewin. En daar. Snuffelaar. Kan dat hier? Ja, man. Hé, hey, jullie willen eten, hè? Ik weet het. Ja, jullie krijgen ook eten. Zeker. Zeker gaan we eten. Ja, en schoon water. Ik blijf de. Ik moet vaker schoon water geven dan het geweest is. Zo dan. Maar oké, ja, wij gaan er lekker van genieten vanmiddag. Lekker. Ja, moet kunnen. Want straks kan het niet meer als het slechter weer wordt. Ja. Als het regent, dan kan je er ook weer niet op uit. En nu nog wel, dus dat gaan we proberen te doen. Lekker even een heerlijk blokje om en de camera mee. En ja, ik ga niet de natuur inlopen, want dat lukt me nog niet. Nee, daar heb ik mijn booster voor nodig. Maar ja, we mogen toch ook weer niet te lang van huis. Nee, hooguit een uurtje en dan is het weer geweest, ja. Het liefst moeten we binnen blijven. Maar ja, zij wil toch ook lopen even. Even de pootjes trekken, ja. Dus ja, misschien wel weer op de dijk. Want op de dijk heb je altijd weer een ander uitzicht. Want er is altijd wel wat te beleven. De ene keer is het helemaal stil. En de andere keer is het vol met scheepvaart, ja. Dus ja. Daar gaan we misschien wel even kijken hoe en wat. Eventjes, misschien over Cape Holland. We zien wel, ja, we zien wel. Ik zou zeggen, in ieder geval, lieve vrienden, geniet ook op jullie manier. En ja, wees lief voor elkaar, zeg ik altijd maar weer. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer gereed. Tuigje van Rijka weer om. En ik doe mijn zonnebril zo meteen op. En mijn mobiel maak ik startklaar. En dan kunnen we gaan of niet dan daar. Ja, hè? Ze piept al, ze wil eruit. Dus ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. Doei! Ja, en zoals zei, als je op de dijk bent, hé, hey, iedere keer weer een ander uitzicht. Ja, ja. De Texas boot, die komt ook net binnen daarheen. Die vaart net de geul in. Nou.
Nee, ze varen. Ze varen. Alle drie. Ja, er zit beweging in. Dus ja. Er zit in ieder geval beweging in. Tenminste, in die linker daar. Daar zit beweging in. Waar moet ik wezen die? Daar zit beweging in. Die konden stilleggen, die. En dan hebben we daar ginds ook nog een. Ja. En die lijkt wel echt heel langzaam te varen. Want de achtergrond dat beweegt. Want als dat gaat, ja, die vaart. Maar het is hier boven de dijk koud, dus ik ruim jullie wel weer even op. Ja. En we gaan straks onder de dijk die kant op. Niet daar, maar achter me langs. Nee, je mag niet naar andere hondjes en ook niet naar andere mensen. Dat mag nou niet. Hier blijven. En dus, ja, ik ruim jullie weer op en ik zou zeggen tot zometeen maar weer. Lieve vrienden, hoe mooi is dat? Het carillon. Ja. En die kan nog spelen ook. Jazeker. Maar er zit er eentje aan mij te trekken. Dat vind ik minder leuk. Aan de achterkant. Hier. Ja. Wat verdik je. Trek niet. Kom eens hier. Dus ja. We lopen er even. Ik ga even daar naartoe lopen. En dan pak ik jullie er weer bij. Laat ik het weer zien. Want als het net lopen gaat het een beetje moeilijk. Ja. Maar dan krijgen jullie maar aan de voorkant te zien. Aan alle kanten. Hij is echt mooi. Beautiful. Ik ga het proberen lopen. We proberen het. Oh ja, die zit. Die rode hendel. Hup. Nou, dan gaan we even proberen te lopen. Hij is heel mooi. Rijka, je loopt weer verkeerd. Hé. Hey. Hallo? Ben je aan het vloggen, mevrouw? Ja. Oh, hier. Rijka? Heb je me veel volgers? Ja. Ja. Op YouTube? Mag ik u op de camera zetten? Nee, dat moet ik niet. Op YouTube kunnen u me vinden onder Corina met IE en de beestenbol. Nou, kijk maar. Heb je één hond en dat is de beestenbol? Nee, ik heb nog twee katten. Maar heb jij wel vogels gebruikt? Ja, over de 200 geloof ik. Maar exact, ik weet het niet uit mijn hoofd. Doe het voor de lol. Dat doe ik ook. Rijka. Rijka, ga je mee? Dank je. Ah, ik heb ook een GoPro-camera. Die draag ik dan om me heen. In een tuigje. Doe ik een tuigje om. Ah, en daar zit dan de GoPro in. En ook op mijn scootmobiel heb ik GoPro wel dan. Nou, u bent tenminste lekker bezig. Zo is dat. Ik wel. Waar ben je? Ga je mee? Zit ze weer aan de verkeerde kant. Kijk, weer draaien met dat ding. Zo. Nou, kom maar. Gaan we weer verder. Nee, verkeerd. Dan ga je die kant maar weer op hoor. Kom. Hallo? Die kant dan? Zo. Is die mooi of is die niet mooi? De trots van een helder, denk ik. Ja, de trots van een helder. Maar we hebben nog een trots van een helder, hoor. Ja, die staat er schuin achter.
Dat was vroeger het nou ja, dat kon je trouwen met het torentje erop. Ga nou eens even die kant. Rijka, je trekt een beetje te veel. Ik hou je weer kort. Ik vind dat niet leuk. Kijk, met dat torentje was vroeger het gemeentehuis. Daar werd getrouwd. Daar ben ik nog bruidsmeisje geweest vroeger. Leuk, hè? Ja. Nou ja, we gaan toch oversteken. En dan gaan we daar naartoe. Ga ik er proberen recht tegenover te staan. Dan kan jullie hem beter zien. Ja, ja. Ja! Nou, oversteken. Je had eigenlijk moeten zitten, maar dat komt. Ik moet dan alles met één hand doen. Ik zet jullie even uit, want er komen kinderen. Nou, nog straks schuin voor. Er staat nog een hoop troep ervoor, wat er eigenlijk niet bij hoort. Maar hoe en wat en waarom weet ik ook niet. Maar ze zijn er mee bezig. Maar ja, dit was dan het gemeentehuis. Dan kon je ook boven op de bordes mooie foto's laten schieten. Ja, echt hartstikke mooi. Maar we gaan nou hier overheen. Dat heet, dat is een singel. Oftewel, dat is wel een Alexander-singel. Ja. Maar oké, eventjes hier over het water heen. Nou, jullie zien dat ik een heel eind al gelopen heb. Ja, ja, godje dikke me. Mijn bek af en ik ben nog lang niet thuis. Nee, ook dat nog eens een keer. Ja, nee, hier het carillon weer. Ja, mooi. Nou, dan ga ik die kant op lopen. En als ik weer wat moois zie of wat dan ook, maar ik denk haast van niet. En, niet geschoten is altijd mis. Dus, en zo gaan we weer naar huis toe, want thuis moet ik ook nog het een en ander doen. En die is vervelend. Ja, die luistert niet. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot strakjes maar weer. Nou, lieve vrienden, ik loop in het centrum en daar zie ik wat. Boven de Y-krek. Ertussenin, op die takjes, zit een duifje te broeden. Hoe lief is dat? Mooi, hè? Zo mooi. Geweldig. Echt wel. Wat is er? En nog een hondje. Ja, maar er zit een duifje te broeden. Ja, maar ik ben al vanochtend, dus ja, dat moet ik weer even laten zien, hè? Ja, echt mooi. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis zoals jullie zien. En Rijka die ligt nou eindelijk in de mand. Na een stoeipartij met een ander. En jullie raden het al. Ja, want ik kwam thuis en toen zag ik al iets kleins, iets wits weglopen. Ik denk, het was een poeswezen, dacht ik eerst. Maar nee, ik kwam het op een gegeven moment weer terug. En daar zat nog wat aan vast. Ja. Goedemiddag. En we houden afstand hoor, ja, want ik zit dus voor mijn bureau. Nou ja, kijk, is dat een afstand, hè? Anders ja. Moet ik betalen 400 euro. Ja, daarom. En we hebben geen zin in boetes. Maar hij had wel zin in een bakje thee en ik in een bak koffie, dus voilà. Enkel, ja, dat staat wel weer dichter bij elkaar. Maar ja, dat kan de pret niet drukken. Hè? En daar hebben we Bibi. Hé, ja nou, die is ook moe, hè? Ja, Bibi ook moe, meis. Ja. Ik dacht vandaag niet. Kijk, hoor. Moet je naar boord.
Maar ja, oké, lieve vrienden, ik ga lekker aan de koffie, want ik ben moe van het lopen. Meer dan een uur aan het lopen geweest, hè? Ja, meer dan een uur. Anderhalf uur. Ik weet niet meer uit mijn hoofd, dik 3 kilometer, als het niet meer is. Ja, ik weet het uit mijn hoofd al niet eens meer. Nee, mijn hele route. En ik heb genoten. Enkel net wat ik zei bij het carillon, Rijka die was best vervelend aan het doen, trekken en doen en om me heen aan het lopen. Het was niet te houden. Later heb ik er even goed gecorrigeerd en toen ging het weer. Ja, dus ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei doei!